stel je eens voor dat je vriend erg van streek is. Laten we zeggen dat zijn hond net is overleden en je vriend diep in de put zit. Je ziet dat hij overstuur is en je wilt hem graag bijstaan. Dus probeer je hem te troosten door hem te vertellen hoe erg je het voor hem vindt en dat je helemaal begrijpt hoe hij zich voelt. Je bent ook een keer een hond verloren en je weet hoe verschrikkelijk dit kan zijn. Je bent aan het sympathiseren met je vriend, hoewel in dit stadium je eigen gevoelens weer bovenkomen en je herinnert hoe erg je zelf van streek was. Dus in feite gaat het nu meer over jou en hoe jij je voelde in dezelfde situatie en minder over hoe je vriend zich nu voelt. Hier is hij niet mee geholpen. Stel je nu eens een andere aanpak voor. Je vriend zit nog steeds diep in de put en is nog steeds erg aangeslagen. Het verschil deze keer is dat je er niet persoonlijk bij betrokken raakt. Je bewaart enige afstand, zodat je objectief kunt blijven en kunt observeren wat er met hem aan de hand is. Deze keer luister je naar wat je vriend te vertellen heeft en misschien zul je meer informatie krijgen over de reden waarom je vriend zo van streek is. Hierdoor kun je hem laten zien dat je de dingen vanuit zijn perspectief begrijpt. Je kunt dan kort en bondig zijn situatie samenvatten, zoals jij die ziet. Je zegt tegen hem: "Ik kan zien dat je echt verdrietig bent over de dood van je hond. Ik weet dat je hem al een lange tijd had. Dit is empathie. Het gaat over hem en niet over jou." Het belangrijkste bij empathie is dat je het eigenlijk niet eens hoeft te zijn met hoe de persoon zich voelt. Je hoeft alleen maar te laten zien dat je luistert en dat je zijn of haar standpunt begrijpt. Mensen besteden veel tijd en moeite om te proberen hun gevoelens en standpunten aan anderen uit te leggen. Ze voelen zich gelukkiger en meer op hun gemak als anderen hun gevoelens begrijpen. Mensen die goed kunnen communiceren laten zien dat ze op dezelfde golflengte zitten door te empathiseren. Laten we eens een ander voorbeeld nemen. Een klant klaagt over de trage levering van een product. Je zegt: "Het spijt me. Ik zal ervoor zorgen dat het binnen 5 minuten klaar is." En de klant antwoordt: "Daar neem ik geen genoegen mee. Ik had het een uur geleden al moeten hebben." Echt? Met 5 minuten neemt de klant geen genoegen? Waarom kan de klant niet inzien dat dit een goede oplossing is? Dit komt omdat de klant te emotioneel is en wanneer we erg emotioneel zijn, vinden we het moeilijk om rationeel te denken. De sleutel hiervoor is om voor het aandragen van oplossingen empathie te tonen. Dat kan zo. In een grafiek geven we de tijd weer die we doorbrengen tijdens een ontmoeting met iemand. En op de andere as de mate van hun emoties. En ergens rond het midden het rationele niveau. Stel dat we iemand tegenkomen die zeer geëmotioneerd is. Laten we zeggen dat de emotie boosheid is. Onze natuurlijke reactie kan zijn om deze persoon te vermijden of om te proberen om hem te kalmeren. Probeer in plaats daarvan empathie te tonen door de emotie te erkennen en de situatie die deze emotie heeft veroorzaakt. Als je empathie toont, kan het zijn dat de emoties van de ander aanvankelijk toenemen. Als je zegt: "Je lijkt boos," kan deze antwoorden: "Natuurlijk ben ik boos. Ik heb net gehoord dat Sarah in het openbaar kritiek leverde op mijn werk bij de directievergadering." Hiermee haal je de druk er even vanaf, waardoor iemand stoom kan afblazen. Net als bij het ontkurken van een fles champagne. De champagne is het rationele denken. Maar eerst moeten de bubbels eruit. De sleutel is om te luisteren en hem te laten vertellen over de situatie die hem emotioneel heeft gemaakt. Als de ander een adempauze neemt, kun je opnieuw empathiseren. Deze nieuwe informatie samenvatten. Ook nu kan er weer een emotionele uitbarsting plaatsvinden, maar luister aandachtig naar de nieuwe informatie. Empathiseer totdat de ander rationeler is geworden. Zorg ervoor dat je pauzeert na het empathiseren om te voorkomen dat je maar zegt. Hetzelfde proces is ook toe te passen op positieve emoties. Als je goed hebt geëmpathiseerd en aan de andere persoon hebt laten merken dat je zijn standpunt begrijpt, betekent dit dat hij geen tijd meer hoeft te besteden om te proberen jou te overtuigen van zijn standpunt. Vanaf dit moment kun je in gesprek gaan over oplossingen, volgende stappen, uitleg en excuses. Dit keer zal hij wel luisteren. Kort samengevat. Wanneer empathie goed wordt gebruikt, kan het helpen om de ander minder emotioneel te laten worden. Dit is wenselijk omdat zeer emotionele mensen meestal niet rationeel zijn.
Mensen die irrationeel zijn, zullen de oplossingen die je voorstelt afwijzen. Ook al zijn het echt goede oplossingen. Dus empathiseer voordat je met oplossingen komt. Vergeet niet dat het enige doel van empathie is om de andere persoon te laten zien dat je zijn standpunt begrijpt.